Goeiedag. Ja, deze dag die begon nogal bewolkt op de meeste plaatsen. Afgelopen nacht en ook nog in deze ochtend. viel wat regen. Dat trok naar het noorden weg. En vanmiddag klaarde het steeds meer op. Blauwe lucht werd er zichtbaar. Temperatuur liep op. Ideaal weer om te fietsen. Morgen wordt het nog een stuk warmer dan vandaag. Dan wordt het in een groot deel van het land zomers warm. En waarschijnlijk blijft het met de buien morgen nog heel erg rustig. Heel misschien in het zuiden, dat daar een paar buien overtrekken. De nacht van woensdag op donderdag, dan is die buienkans wel wat groter. En donderdag overdag, ja, dan krijgen we wel met meer buien te maken. Lage drukgebied trekt dan over het land. En dan wordt de warmte ook eigenlijk wel weer verdreven. En ook vrijdag moeten we er rekening mee houden dat het niet overal droog gaat blijven. Vanavond, een redelijk rustige avond. Misschien nog een buitje in het zuiden. En vannacht zou dat dan ook kunnen in het zuidwesten van het land. Temperatuur daalt naar zo'n 11 of 12 graden. Verder staat er niet al te veel wind. Morgen flink wat zon en dus hoge temperaturen. We gaan echt zomerse waardes krijgen. Landinwaarts wordt het 25 tot 27 graden. Met flink wat zon. Aan de kust is het iets koeler met 21 of 22 graden. Dat komt ook door de matige noordoostenwind die daar staat. Later op de dag misschien dus een enkele bui in het uiterste zuiden van het land. Ik wil dat niet helemaal uitsluiten. Daar zou dus een stevige onweersbui kunnen gaan vallen. Of dat al in de middag gebeurt, ik denk dat dat meer voor de avond zal zijn. En dan de dagen na donderdag, eerst nog oplopende temperaturen, later buien. Vrijdag duidelijk wat lagere temperaturen, 15 tot 17 graden. En dan moeten we ook rekening houden dat er af en toe een regenbui gaat vallen. En ook zaterdag ziet het er enigszins wisselvallig uit, met temperaturen die wat lager uitkomen, rond de 17 graden. Nog een fijne dag.